Hey, hallo allemaal en hartelijk welkom bij alweer de 15e uitzending van Polanen Praat. Lekker vakantie gehad, jongens? Ja, prima. Ja, zeker. Heb je wat gedaan? Nou, mijn vrouw is bezig met het Eurovisie Songfestival. Ja. Die zit in Rotterdam, in een soort bubbel, in een hotel. Dus ben jij maar alleen? Ik ben alleen thuis. Met die kleine? Ja. Krijg je dat wel? Nee. Oh, zielig. Nee, nou ja, het gaat prima, maar het is... Echt vakantie niet geweest. Is er niet echt van. Maar mis je had ook niet echt vakantie, hè? Nee, heel voltallig personeel was op vakantie, dus ik weet niet, was hier alleen. Ja, was gezellig. Nee, ja, hebben we gewoon doorgewerkt. Ja, hartstikke leuk. Lekker druk ook hier. Ja, nee. Nou, wij zijn in Zeeland geweest, hè? Ja, was gezellig. Heerlijk, was lekker. Ja. Nou goed, daarom hebben jullie ons 2 weken moeten missen. Maar we hebben weer een nieuwe uitzending. En Mark, wie heb jij geïnterviewd? Kim Derksen. Ach, Kim, ja. Die hebben we lang niet gezien. Ja, Kim Derksen werkt hier al heel lang. Achter de bar. Ja, van de en al langer dat ik dat doe, langer dan Sven. Niet zo lang als jullie. Maar, bijna net zo lang, denk ik. Vanaf het begin. Nee, zelf zei ze niet helemaal vanaf het begin. Hij is meer in volkracht, hè? Als het druk is, dan bellen we Kim. Ja. Leuk. Nou, ik ben benieuwd. En wat heb jij gedaan, Mits? Wat is jouw minuut van? Nou, minuut van, na een paar weken weg te zijn geweest, kom ik weer terug. En ik denk, ik ga naar een andere locatie, naar het Polanentheater, maar wat wel degelijk met het Polanentheater te maken heeft. Waar ik alles repareer en maak wat in het Polanentheater is, dat ga ik jullie straks laten zien. De loods. De loods. Leuk. Leuk. En wat heb jij, Sven? Nou, ik heb weer mensen bereid gevonden voor onze rubriek Hoe is het nu met? En daar gaan wij nu even naar kijken. Leuk. Hoe gaat het? Hoe is het? Dat is wat ik graag weten wil. Hoe ga je? Waar sta je? Heb jij het druk of best wel stil? We missen je, dus is de vraag. Hoe was het gisteren en vandaag? Beantwoord nu maar snel de vraag. De vraag die luidt, hoe is het? Vraag 1. Hoe is het leven zonder theater? Ja, iets waar je eigenlijk een beetje te snel aan bent. Ik in ieder geval. Stil. Ik hoop eigenlijk dat als het dan weer kan en mag, dat we gewoon weer lekker... kunnen zitten en dat je dan weer die magie van het theater kan gaan voelen. Ik mis het maken van shows. Ik mis mijn musical vriendjes. Een stuk saaier dan met theater. Ik mis DOS. Ik mis AM. Een extra dimensie die ontbreekt. Alles is redelijk stil. Vraag 2. Waar vul jij je vrije tijd mee? Nou, met deze. In mijn vrije tijd speel ik veel piano. Ik vul mijn vrije tijd met chillen en Dungeons & Dragons. Keyboard. Pax Pingu! Noet noet! Deze hebben we sinds een maandje. Ik zing met iemand samen, want in een koor mag nog steeds niet. En ja, uit pure verveling zijn we ook maar verhuisd. Ik heb een Zoom-voorstelling gespeeld met Tokodrama. Dat was heel leuk. Ja, we zijn verhuisd. Was niet uit pure verveling. Ik ben gaan wandelen. Voor het eerst van mijn leven. Ik ben een nieuwe opleiding begonnen. Dus eigenlijk heb ik eerder een tekort aan vrije tijd. Vraag 3. Mis jij het Polanentheater? Ja, natuurlijk. Ik was minimaal 1 keer per week in het Polanen. Ik mis het idee zeg maar, van het Polanen. Dat je gewoon lekker kan repeteren. En dan lekker met z'n allen aan de bar. Ik mis het Polanentheater. En altijd de gezelligheid, de gesprekjes aan de bar. Dat vind ik een ongelooflijk inspirerende plek. Waar iedereen die daar komt met zijn passie bezig is. Tweede huiskamer voor mij. Die sfeer daar. En ja, dus ja, ik mis het Polanen. Ik wil weer terug. Daar zou ik heel graag weer eens naartoe gaan. Vraag 4. Hoe raak jij je energie kwijt? Kwijt? Ik ben het eerder kwijt. Ja, niet. Ik ben echt een beetje een couch potato aan het worden met alle gevolgen van die. Door lekker hard te werken, lange dagen te maken. Ik heb weer energie nodig van iedereen. Hopelijk zeg maar, gaat daar gewoon ruig verandering in komen als we weer mogen. Samen wandelen, dat doe ik wel veel. Mobbies voor zover mogelijk nog uit te oefenen. Ik word helemaal gek zitten op een stoel 40 uur per week. Vraag 5. Wat zeg jij tegen jezelf als je 's ochtends wakker wordt? Eigenlijk meer van, is het een werkdag? Moet ik vandaag werken? Oh, nog een half uurtje met de radio aan. Als ik 's ochtends wakker word, dan zeg ik tegen mezelf, joh, lekker werken vandaag. Er moet een hoop gebeuren. Wat voor dag is het? Omdat alle dagen eigenlijk gewoon thuiswerken is. Ja, zo. En binnenkort bij de volgende versoepeling mag je vast wel weer toneel gaan spelen. We zijn op een andere locatie dan in het Polanentheater, maar misschien toch ook wel interessant om te weten.
De meeste dingen, reparaties, onderhoudswerkzaamheden aan het plannen, dat doe ik zelf. Dit gewoon om geld te besparen en om, ja, dat we niet zo rijk zijn om allerlei aannemers in dienst te nemen. Dus al het onderhoud in het pand wat ik zelf kan, dat doe ik. Maar ja, daar heb je natuurlijk wel spullen voor nodig. En wij werken heel nauw samen met een vriend van mij van Slamverhuur. En daar hebben we ook een werkplaats. En daar ben ik heel vaak te vinden, vooral 's avonds. Want als mensen mij dat niet zien, dan ben ik 9 van de 10 keer hier. En daar hebben we een werkplaats waar we dus alles maken. Van kastjes tot alles solderen, onderhoud van het licht en geluid. En dat ga ik jullie nu laten zien. Hier hebben we bijvoorbeeld een afkortzaag met alle stukjes hout wat ik maar kan gebruiken. Ik bewaar alles, zodat we niet nieuw hoeven te kopen. En een grote zaagmachine waar we alles op kunnen maken. En we maken hier dus ook zelf flight cases waar dus de apparatuur in zit. En zoals hier ben ik dus met de nieuwe flight cases bezig. Deze zijn voor de versterkerrekken die we gebruiken als we feestjes hebben in de foyer. Die waren echt wel versleten en dit worden de nieuwe daarvan. Heel vaak met DJ Marcel in de foyer. En dit wordt dus de nieuwe flight cases waar de versterkers veilig in kunnen. De minuut van Mitch deze week. En dit is dus mijn man cave werkplaats waar ik dus alles maak voor het Planentheater. Een tijdje geleden hebben we mensen gevraagd om hun leukste herinnering in het Planentheater te delen. En deze week krijgen we de leukste herinnering van Andrea de Leeuw van theatergroep Los Zand. Ja, leuk. Gaan we nu even naar kijken. Top. Herinnering aan het Polanentheater. Dat zijn er heel wat. Maar ik wil graag mijn eerste mooie herinnering aan het Polanentheater. Jarenlang traden wij met toneelgroep Los Zand op in hetzelfde gesubsidieerde theater in Amsterdam in dezelfde periode. En toen ik in 2008-2009 kennis maakte met het Polanentheater in de huidige vorm, werd ik erg enthousiast en leek me geweldig daar te gaan optreden. Maar ik had toch mijn twijfels, omdat ik in een bepaalde routine zat. Van, moesten we zo'n overstap wel zomaar maken? Ging dat wel goed? Zou ons publiek ons wel volgen als we opeens in een theater helemaal aan de andere kant van de stad gingen verkassen? Ik wou het erg graag, maar ik had toch mijn twijfels. En Edwin heeft die twijfel op een hele bijzondere manier weggenomen. Toen in het najaar van 2009 het vijfjarig jubileum van het Polanentheater werd gevierd door middel van de Polanen Tiendaagse met als onderdeel een eenactorfestival, kreeg ik van Edwin een e-mail als een van de vele theatergroepen dat wij werden uitgenodigd om deel te nemen aan dat eenactorfestival en dat wij voorrang kregen omdat wij vaste huurders waren. Nou, toen was ik om. En ik was ook erg onder de indruk van de souplesse waarmee het festival georganiseerd werd. Want ik heb het lang niet overal zo ervaren. En op de dag zelf hebben wij zeer kort van tevoren de technische doorloop gedaan met Mitchell. En Mitchell vroeg zakelijk, wat is de bedoeling? Nou hebben wij nooit zo'n spannend lichtplan. Maar wat wij wilden, dat kon gewoon. En dat gebeurde. Nou, sindsdien ben ik een trouwe en tevreden klant van het Polanentheater. En of ik daar nou kom om zelf op te treden met toneelgroep Los Zand, of om andermans voorstellingen te bezoeken, of om even iets langs te brengen, het is altijd een feest. Even voor de mensen die jou nog niet kennen misschien. Jij bent al jaren een van de barmedewerkers van het Polanentheater. Ja. Al langer dan ik dat ben, volgens mij. Wanneer? Ja, want toen ik begon, zat jij nog op de academie. Aan de andere kant van de bar, ja. Mijn eerste vraag is eigenlijk, ik heb eigenlijk al een vraag gesteld, maar normaal is mijn eerste vraag altijd, hoe gaat het met jou? Ja, goed, eigenlijk wel. Net als iedereen ben de situatie redelijk zat, maar
Ja, eerlijk gezegd mag ik eigenlijk niet klagen. Ik heb gewoon mijn werk. Ik kan van thuis werken en dat deed ik al. Dus het was voor mij ook niet een hele grote verandering. Dus verder, ja, ik ben gezond. Dus het gaat goed. Ja, want jij werkt nu voor een telecommunicatiebedrijf. Ja, klopt. Klopt. En wat doe je daarvoor? Ik ben verantwoordelijk voor het verzamelen van rapportages van onze klanten. Het is heel anders dan biertjes stappen. En. Heel anders, ja. Maar ik mis het wel echt heel erg. Juist daarop het contrast. Ja, oké. Okay. Ja. Wat mis je dan het meest? Nou, toch wel gewoon het sociale en de gezelligheid. Jullie natuurlijk. We zijn best wel close met z'n allen. Maar ook de klanten en gewoon het niet weten wat je te wachten staat als je een dienst hebt. Is het druk, is het niet druk? Wat voor mensen komen er? Dus ja, dat mis ik wel heel erg. Wat is iets waar je weer naar uitkijkt zometeen als je weer alles mag? Nou, alles mag. Ja, sowieso weer lekker het eten en lekker het terras op. Dat mag nu wel een klein beetje, maar nog niet ouderwets. En inderdaad, ik hoop weer snel ook een keer een dienstje te mogen draaien in het theater. Heb jij nog een mooie herinnering in het Polaris? Nou, het eerste wat dan bij me opkomt is natuurlijk de inzamelingsactie, hè, Red het Palane. Dat was echt wel een eer, moet ik zeggen, om daarbij te mogen zijn. Om daar een beetje achter te schermen. En ik was het poetsen van de microfoon en de tafel. Dat was natuurlijk wel ontzettend gaaf om mee te maken. Maar ik moet zeggen dat ik vond de weekenden dat DOS er was met hun diners en tal, dat de hele theaterzaal was omgebouwd, het restaurant. Dat is voor mij toch wel de mooiste herinnering. Waren wij ook verkleed als soort matrozen, volgens mij? Klopt, ja. Ja, volgens mij had Carrie nog van die mooie dingen gemaakt op onze schouders, ja. Oh ja, ja, ja. En Edwin ja. Kortebroek, volgens mij. En Edwin Kortebroek, ja. Dat was een van de hoogtepunten van het weekend. Hey, en misschien ook het heerlijke doorzakken af en toe aan de bar. Ja, dat mis ik toch ook wel een beetje. Dat moet ik wel toegeven. Heel veel lief aan jullie natuurlijk. Dat jullie het nog even volhouden zo met deze rustige maanden doorkomen. Dan hoop ik jou ook heel snel weer te zien, Kim. Want ja, wij missen jou ook. Ook deze week kijken we weer naar een artiest die voor ons heeft opgetreden in Polanemiets. En deze week kijken we naar Lotte Nijenbijvank. En die zingt het nummer So In Love uit Kiss Me Kate. Tot volgende week weer. Tot volgende week. Heb je nog een leuke herinnering? Stuur hem in, hè. Dankjewel. Hoi, hoi. Dag. Bye.
dus kwets maar en kwel maar en schimp maar.